Begin januari maakten we een item over Beat Betten. Dat was een actie om geld in te zamelen voor mensen met een bijzondere ziekte. Gerwin Koopsen is met zijn partner naar de Noordkaap geweest om geld te verzamelen. En vandaag gaan we eens even kijken wat het opgebracht heeft en hoe ze het ervaren hebben. Jullie zijn terug van de Noordkaap. Hoe is het geweest, Gerwin? Ja, het was een prachtige ervaring en het was ook een prachtige reis. We hebben echt helemaal gereden met de auto van hier naar de Noordkaap, maar dan via wat omwegen. Dus eerst een heel stuk door Zweden, toen door Finland. Dan kom je boven weer in Noorwegen. We hebben overnacht in Kirkenes. Dat ligt eigenlijk aan de Barentszee, aan een fjord bij de Barentszee. En toen zijn we naar Hunningsvaak, gereden. Daar, en dat is 40 minuten rijden dan nog naar de Noordkaap. En daar waren we dan woensdag. Ja. En jullie hebben allebei evenveel gereden, want jullie wisselen elkaar af. Het is een reis van juist 7000 kilometer, geloof ik. Hè? 3.500 erop zitten. Ja, we hebben een kleine 7000 kilometer gereden. En inderdaad elkaar afgewisseld om de 2,5-3 uur. En de eerste rit was eigenlijk een 24 uurs rit. Dus op een gegeven moment wissel je elkaar iets sneller af, maar dat ging prima. We waren goed voorbereid en goed uitgerust. En we hebben met z'n tweeën prima gereden. Slapen jullie goed in zo'n auto of niet? Ja, dat kunnen we wel. Onder het rijden, maar dan val je wel even weg. Maar je hebt wel gewoon goed je nachtrust nodig dat je op een bed moet gaan liggen. Je kunt niet in de auto slapen, maar we hebben wel steeds even weg kunnen dommelen. Vooral bij die eerste 24 uur rit is het ook echt wel nodig. Ja. Lijkt mij ook. Nou was het plan om 10.000 euro binnen te halen voor de actie Beat Betten. Hoeveel is het geworden? Het is uiteindelijk, toen we finishten, was het bedrag 10.950 euro. En de maandag nadat we terug waren, stond er nog wat meer op de rekening. Dus uiteindelijk zijn we ruim over de 11.000 euro heen gegaan. Dat is keurig, hè? Wat kunnen ze daarmee? Onderzoek doen. Ja. Er is voor de stofwisselingsziekte nog geen medicijn. En er wordt volop onderzoek gedaan naar de ziekte. Hoe ontstaat het? Hoe komt het dat een kind blind wordt als die 8 jaar is? En kunnen we medicijn ontwikkelen om dit te stoppen? Ja. Daar is heel veel geld voor nodig. Het is ook een letale ziekte, een dodelijke ziekte, hè? Ja, kinderen overlijden gemiddeld tussen hun 15 en 25e levensjaar. Ja. Ja. En daarvoor is het al een lijdensweg. Ze komen in een rolstoel, ze kunnen niet meer praten, ze kunnen eigenlijk niks meer. Verschrikkelijk lijkt me. Heel tof dat jullie dit doen. Wanneer is de volgende uitdaging? Nou, ik zou zo weer teruggaan, maar dat is niet helemaal de bedoeling. Ik denk dat we over 2-3 jaar misschien deze uitdaging wel weer een keer aangaan. Als het over dezelfde uitdaging gaat. Dan zijn we er weer bij. Dankjewel. Zo.